Ja, hoi allemaal, vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we verstoppertje doen. Hey, Vissa. Hey, Anouk, Vissa. Oké, Anouk heeft Vissa. dus een setje gemaakt. Het duurde vet lang voordat we eindelijk konden beginnen. Maar we kunnen eindelijk beginnen, want Anouk heeft haar setje af. En ik ga nu reageren op het setje. Ik ben Santa Claus! Oh my god! Je lijkt echt op een opa. Je lijkt echt op een opa. Die wenkbrauwen, hè? Ja, ook. Maar voornamelijk je haar. Die baard is van de kersteditie nog, hè? Van echt? Vorig jaar, een half jaar geleden, was die, zeg maar, in. Ja. En, ja. Oké. Maar we gaan dus verstoppertje spelen, Anouk. En voordat we beginnen, moet ik even een aantal regels vertellen. De regels zijn... Oké, ik stap af. De regels zijn, je moet inderdaad zonder je paard, dus dat doet Anouk heel erg goed, even afstappen. Degene die zoekt, die moet bij de put wachten totdat hij tot 20 heeft geteld. 25. En dan... Oké, 25 heeft geteld. En dan mag diegene gaan zoeken. Dan krijgt hij 2 minuten tijd om te zoeken. En na 2 minuten krijgt hij 1 minuut de tijd en dan heeft hij... Na die 2 minuten een hint gehad. Dus dan heb je nog 1 minuut om de persoon te vinden. Maar dan krijg je wel minder punten. Want je haalt 10 punten als je hem zonder... Anouk, ik probeer wat te vertellen. Je haalt 10 punten als je degene binnen de 2 minuten vindt zonder tip. En je krijgt 5 punten als je hem met de tip vindt in die ene laatste minuut dan nog. En als je niet vindt, krijg je 0 punten. En de verliezer. We moeten nog iets verzinnen voor de verliezer. Ik weet het. Diegene mag uitkiezen waar de andere zijn home stable komt. Ja, oké, dat is goeie. Ja? Vanaf nu zien jullie dubbele schermen. En ik ga het beginnen met tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kan ik bukken? 15, 16, 17, 18. Ja, je kan bukken. 19. Wist je dat niet? 20. 25. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oké, ik denk dat Anouk hier ergens zit. Oh, ik moet de timer aanzetten. Oeps. Ik ben een heel stukje gelopen, maar ik vind dat nog niet mee. Het is wel grappig eigenlijk als jij wel mij ziet langslopen, maar ik jou niet. Ja. Dat is wel heel leuk. Oh jongens, dit wordt echt lastiger dan ik dacht. Wij kennen ook echt niet dit dorp. We waren eerst bij Fort Pinta, maar het was zo druk, want er was disco. Ik ga vast nadenken over een tip. Oh, ik weet de tip al. Ik heb nog een minuut, dus. Oké, zit dus ergens gebukt. Wie zegt dat ik gebukt sta? Ik zie je. Nee, je ziet me niet. Nee, klopt. Ik zie je niet. Wow, ik dacht dat jij was, maar dat was jij niet. Maar dat was ook wel echt een domme verstopplaats, trouwens, als je daar... Waar was het dan? Ja, midden op de weg eigenlijk. Hey, ik zie een ster. Ja, dus die moeten we straks wel even gaan pakken, denk ik, voordat we weggaan. Nou, ik ga je echt niet vinden, Anouk. Hoe lang heb ik nog? Oh, de timer is net gegaan. Als je goed kijkt, zie je me zitten. Ja, als ik bij de put ben of wat? Een huis. Ja. Als je bij de put staat, kan je me niet zien. Dat in ieder geval wel. Maar als je verder loopt, zou je me in principe kunnen zien als je goed kijkt. Ja, maar ik vind jou zo'n persoon die zegt dat je bij een huis zit, maar dan zit je bij een winkel. Oh, is het een winkel? Nou, jongens, daar ging mijn... Ja, maar het is toch ook een huis? Nee, een winkel is een winkel en een huis is een huis. Ik weet niet wat het eigenlijk is. Een huis of een winkel? In ieder geval een gebouw. Ik denk niet echt dat deze tip heeft geholpen. Maar Anouk, even dat je het weet. Bij 20 mag je niet verder gaan met lopen. Nee, denk ik ook niet. Oké, goed zo. Na 5 seconden was ik er al, dus. Oh, dat is een goede tip. Kak. Maar ik zie jou niet. Dit is zo moeilijk. Als je goed staat, kan je me zien. Ja, ik heb hem gevonden! Ik heb hem nu gevonden! Ik schrok, jongen. Ik had echt niet verwacht dat je daar zou zitten. Het is dus 5-0 nu voor mij. Oké, Anouk, jij moet tellen. 1, zo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24... 25. Oké, dat was normaal. Je wou 26 gaan zeggen nog, hè? Ja. Start. Misschien... Ja, je mag starten. Is she naked? Eww. Volg ons allemaal trouwens op ons Insta-account genaamd Indraf. Op ons andere YouTube-kanaal kun je dus ook nog volgen, die heet ook Indraf. En dan hebben we nog een TikTok-account, die heet Horslover1998. Volg ons ook op dat. We maken gewoon grappige TikToks. En ook... Nee. Die moeten we een keer maken bij de paarden. Dat je dan, zeg maar... Are you? Nee. En dan zonder deken, weet je wel? Ja. Naked. Eww. Ik ben gewoon roekeloos aan het lopen. Zo van, hey! Je hebt nu nog een minuut. Oh, een minuut En dan krijg nog. Je een tip. Als je me nog niet hebt gevonden. Bij Daphne was ook een van de regels dat je niet in de bosjes mocht, trouwens.
Maar ik vind het wel leuk om in de bosjes ook. Oké, jij zit dus in de bosjes. En toen was ze stil. Nee. De timer is net afgegaan trouwens. Dat hoorden de mensen niet, want ik drukte toevallig om te kijken hoe laat het is. Oké, de tip is... Oh, okay. Ik zit bij die in de buurt van de bloemetjes, bij die bijen en zo. De minuut is ingegaan. In de buurt. Found you. Je ziet je gewoon. Oké, Anouk heeft ook 5 punten. Nou, nu gaat het er ontspannen wie er gaat winnen, joh. Oh my god. Ik ga tellen, ja? Ja. 1, 2, 3, 5, 21, 22... Nee. 23, 24, 25. Wie niet weg is, is gezien. En de timer staat... Oh, dat is 1 minuut. Maybe I might love you. Maybe I might love you. So hold me tight. Was het eigenlijk, verder ken ik hem ook gewoon niet. Ja, ik heb je weer gevonden. Oh, kut. Doe ik het weer. Als ik je vind, druk ik de boel weg. Ja, ik heb 10 punten. Ik heb 15 punten. Je kunt me gewoon niet meer verslaan. Jawel, dat kan wel. Jawel, ik kan nog 10 punten halen. Oh, anders mag ik je homestable kiezen. Oh my god. Wat is echt een plaats waar niet je homestable hebben? Moreland. Begin maar met tellen. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 21... 22, 23, 24, 25 zijn er. Waar ben jij? Oh, wacht, ik zet even een timer aan, ja? Ik hoop niet dat je in de bosjes zit. Timers. Als je in de bosjes zit, is het gewoon niet origineel meer, Judith. Ik zeg niks. Oh my god, er zat hier iemand op zijn knieën. Ja, diezelfde persoon bedoelde ik net. Die zag ik net daar straks ook. Ja, oké, ja, ik moet even toegeven, Anouk en ik. We hebben hiervoor hadden het ook al opgenomen, maar weet je wat, er ging iets fout. Oh ja, Anouk die had niet haar scherm opgenomen. Dus toen moest ze opnieuw beginnen. Dus, maar ja, we hebben wel andere verstopplaatsen. Ja, eigenlijk heb ik al 5 punten. Ja, eigenlijk had Anouk al 5 punten. Nee. Zullen we hierna nog een keer doen? Eentje voor de winnende punt. Nee, want misschien vind je wel helemaal niet. Oké, okay, nee, als je me niet vindt, dan zoek ik jou nog 1 keer. En ja, dan degene die dan niet gevonden wordt, die heeft dan gewoon gewonnen. Je moet me eerst vinden, want als je ze dadelijk dan... Want je hebt nu nog ongeveer een minuut, iets korter. Maar als je me dan niet vindt, dan, dan heb je eigenlijk al verloren. Want dan kun je niet meer punten hebben. Kan ik door je poppetje heen lopen? Dat kan, maar je loopt nu niet door mijn poppetje heen. Ik zie nu zoveel goede verstopplaatsen. Niet goed. Ik ben bang, Anouk, dat jij dit keer gaat verliezen. Ja. Oké, Anouk, je tijd is om. Ik kreeg net melding. Je tip is, ik zit in de buurt van de paarden. Wacht even, waar mijn scrunchje even goed doen? Want ik ben die autist die dat niet tegen kan. Ik zit in de buurt van de paarden. Foutje. Ja, dat is het eigenlijk. Echt? Ik heb nog niet eens de tijd aangezet. Oh, dat ging heel snel. Foutje. Maar hoeveel punten heb jij, Anouk? 10, want de tijd was nog niet aangezet. Nee, ja, nee, dat klopt niet, want je had de tip al gehad. Ja. Dus ik heb gewonnen. Ik heb 15 punten. En ik mag een homestable voor Anouk uitkiezen. En Anouk haar homestable wordt Moreland, zoals ze al had geraden. Oh, maar je kan ook Steve doen. Dat is ook zo'n leuke. Nee, Moreland. Ik wil Moreland. En jongens, laat eventjes leuke straffen achter en zo. We willen van die leuke, grappige dingetjes die dan jullie voor ons kiezen eigenlijk. En die dan Anouk en ik mogen kiezen als we dus de challenge verliezen. Maar ja, dat weten jullie eigenlijk al. Maar ik wil gewoon meer straf hebben. We moeten heel veel straf hebben. Nee, je moet naar Moreland. Zeg toch, ik rij weg. Oh, oké, met de trailer, ja? Waar moeten we in Moreland? Waar is Moreland? Moreland. Moreland wordt Anouk haar homestable, jongens. Oh my god, I nailed it. Gewoon deze keer heb ik gewonnen. En de vorige keer had Anouk gewonnen. Why you're so... Nee, dat is mijn homestable. Starcoin is niet waard. Ja, nou, ik heb een paard gekocht. Daar straks. Wow, ik had gewoon 3500 starcoins. Ik heb nu 2600. Omdat het paard blijkbaar zo duur was. Ik wil zeker weten dat het je homestable is. Ik ben er toch ook ingegaan. Dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog. Nee, je gaat niet weg. Abonneer op ons kanaal. En ik hoop jullie te zien bij de volgende challenge of vlog. We ik weet niet wat de volgende van video wordt. Af, ja? Oh ja, even, dat doen we wel even. Sorry Elsa dat we je op negeer hebben gezet. Ik hoop we houden van je krachten, Elsa. We houden van je. Oké, doeg! Vallen!